Welkom in het vragenvuur. In deze ronde neemt Sandra het heft in eigen handen. Ze vuurt de meest indringende vragen af op onze mannen en aan hen om zonder stotteren te antwoorden. Sandra. Corneel, ja. Wat is de mooiste spreuk die je kent? Mijn opa die had vroeger achter zijn huis een timmerschuurtje. En boven zijn werktafel hing zo'n tegeltje. Het ging, vind jij water al het summum van nat, dan heb je vast nooit een schuurhof gehad. En Leo, bewijs me dat je een attente man bent. Gaat hij doen? Bier, spa, cola, wat zeg maar? Cola light. Cola light. En je kan ook gewoon alcohol drinken, want ik breng je daar ook naar huis. Ja? Ja. Te paard? Te paard. Dankjewel. Alsjeblieft. Jullie hoeven niet. Philippe, ja. Wat misschien wel heel veel dames thuis ook willen weten. Oh. Met hoeveel vrouwen heb jij al de liefde bedreven? Twee. Twee? Met zijn moeder en met zijn moeder. Ja, dat klopt. Was jij dat? Corneel, waarvan zou ik nou heel erg schrikken als ik jouw internetgeschiedenis bekijk? Ja. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Wat je misschien niet achter mij zoekt, ik ben een hacker. Dus wat jij vindt zijn allemaal wellicht geheime codes, maar meestal laat ik die altijd verdwijnen. Maar ik kom eigenlijk altijd overal kom ik heel gemakkelijk binnen. Behalve één ding, dat is tot nu toe in jouw hart. Leo, licht aan of licht uit? Nou, dat ligt er een beetje aan of ik... Of ik je knopje kan vinden. Maar als ik het heb gevonden, dan gaat gegarandeerd het lichtje uit. Philippe, hoe vaak per week bel jij met je moeder? Mijn moeder is 3 weken geleden gestorven. Is niet waar, hè?